Maar tof dat jullie deze video hebben aangeklikt. Mijn naam is Melvin en vandaag gaan we het hebben over een muis die een slang kan verslaan. De vorige YouTube nieuwsje ging over Enzo Knol en zijn autorapper. En er waren vol met reacties van hij moet in het rood, hij moet in het blauw, hij moet in het paars. Sommigen waren het ook eens met mijn vis idee, zeg maar, dat hij dat op zijn auto gaat rappen. Maar om hier op het fotolijstje te komen, moesten jullie raden van wat de leeftijd is van Enzo Knol. En de leeftijd van Enzo Knol is 26 jaar. Dus heb jij het goed geantwoord, dan kom jij hier op het fotolijstje. Dus vergeet zeker even niet te abonneren op zijn kanaal. Linkje staat hier in de beschrijving. En check dat kanaal zeker. En als je het toch over abonneren hebt, hè? Als je abonneert op ons kanaal, kun je namelijk ook kans maken op een nationale bioscoopbon ter waarde van €10. Als je nu abonneert, en dan moet je ook eventjes hier in de reacties gaan laten weten dat je hebt geabonneerd en dat je graag wil meedoen aan deze nationale bioscoopbon ter waarde van €10. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel abonneren. En als jij hebt geabonneerd, ga dan ook zeker naar al je vrienden, naar al je buren, naar al je kennissen. Zeker het kanaal laten zien van check dit kanaal, het is super tof, het is echt super leuk, want er komen ook hele leuke dingen. Dus laat het ook zeker weten aan hun en natuurlijk ook even abonneren natuurlijk. Ja, goed, is leuk. Oké, vandaag een nieuw weetjesvideo. Er is een muis die in Afrika iets ongelooflijk zoet heeft gedaan. Want er kwam namelijk een battle. Een slang die was een beetje heel erg sneeuwig. Het was trouwens een ratelslang. En op een gegeven moment, toen kwam de muis gelopen. En op een gegeven moment had de slang hem ook bijna te pakken. Alleen de muis was zo snel met zijn reflectie dat hij op een gegeven moment wegketste, zeg maar. Dus hij ontsnapte nog net van de bijt van die slang. En op een gegeven moment probeerde de slang, de ratelslang, probeerde de muis weer te vangen. Alleen de muis die was zelfs zo snel dat op een gegeven moment de slang bijtte in zijn eigen lichaam. Het was zelfs zo knap dat de slang gewoon de muis niet meer zag en op een gegeven moment gewoon in zijn eigen lichaam bijtte. En dat betekende dus ook dat de slang zelfs vergiftigd werd door zijn eigen gif. Wauw! Gewoon een ratelslang die gewoon een gif heeft gespoten in zijn eigen lichaam en eigenlijk probeerde om de muis daardoor, zeg maar, te pakken. Dus het is best wel uniek. En op een gegeven moment kwam er een andere slang, het was namelijk de cobra, en die eet namelijk de ratelslang op. Ja, het was best wel knap dat gewoon een ratelslang werd verslagen door een muis. En natuurlijk kan een muis helaas niet de ratelslang opeten, want ja, zo'n grote mond heeft die muis weer niet. Maar het is best wel knap dat de muis gewoon zo is ontsnapt en gewoon de slang heeft verslagen in de dood. Leuk verhaal trouwens, maar maar dat is de natuur. Denk jij dat deze weetjesvideo echt is of helemaal uit mijn duim gezogen? Laat het dan eventjes hier in de reacties weten en misschien maak jij wel kans om hier op het fotolijstje te komen. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Vergeet zeker even niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet ook zeker even niet te abonneren op ons kanaal hier beneden. En het belletje aan te zetten, dat je zeker niks mist van deze video's. En dan zie ik jullie de volgende keer weer met weer gloednieuwe video. Doei!